Hier kan uw commercial komen te staan. Wilt u meer weten? Bel of mail ons. Meneer Dijsselbloem, het ging afgelopen maandagavond in Nijkerk over de jeugdzorg. Ik heb daar helemaal niet zoveel verstand van. En als ik u zo beluister en de mensen in de zaal zo beluister, dan is het enige wat ik denk, wat is dat toch bijster ingewikkeld? Ja, dat is het ook. En een van de dingen die we dus de komende jaren willen gaan veranderen is het eenvoudiger maken. Je hebt nu allerlei financieringspotjes, allerlei verschillende wetten. En de ene jongere zit in dat potje en de andere in dat potje. Die valt onder die wet. Dat gaan we dus proberen eenvoudiger te maken. Maar wat merk ik daar dan van? Als ik nou een kind met problemen heb, moet ik dan naar het Centrum voor Jeugd en Zorg bijvoorbeeld? Gezin en Zorg? Ja, het Centrum voor Jeugd en Gezin is een beetje zoals het consultatiebureau voor hele kleine kinderen. Dus je kunt er gewoon naar binnen lopen. Je kunt er om advies vragen en steun vragen, ondersteuning. Kan ook van daaruit in het gezin plaatsvinden. Hulp bij de opvoeding. Dat is het eerste, zeg maar de eerste stap die voor alle ouders beschikbaar moet zijn als ze dat nodig hebben. En is dat wat u bedoelde met dat die zorg vooral aan het begin beter geregeld moet worden dan dat die nu geregeld is? Ja, Partij van de Arbeid zou heel graag zien dat we meer proberen ouders in een vroegtijdig stadium te helpen. Nu is jeugdzorg vaak te laat. En dan is het al helemaal fout gegaan, soms met een verkeerde afloop. Of de jongeren moeten uit huis worden gehaald, maar dat gewoon niet meer gaat. Nou, dat is heel ingrijpend. Dat is ook weer schadelijk voor de jongeren. Hè? Want je wordt uit je eigen gezin en je vertrouwde omgeving gehaald. En het is ook heel kostbaar. Het kost heel veel geld, deze manier van opvangen van kinderen. Dus wij willen liever er eerder bij zijn, tijdig hulp bieden, proberen de zaak op de rails te houden voordat het van de rails loopt. Is het een issue waarvan je zegt dat moet in de provinciale statenverkiezingen veel aandacht krijgen? Nou, de provincie is er verantwoordelijk voor. In de toekomst gaat het naar de gemeente, dichterbij de mensen. Zou toch betekenen dat het dan dus juist in deze verkiezingen niet zo belangrijk is omdat het naar de gemeente toe gaat? Nee, het gaat echt nog jaren duren en de provincie stopt er zelf ook geld in. Dus ik wil graag weten van alle partijen in de provincie of ze er geld in blijven stoppen. Of ze het tot hun verantwoordelijkheid blijven rekenen. Want het is nog lang niet zover dat het naar de gemeente toe gaat. Dus de provincie blijft heel belangrijk. 2 maart is dus ook de jeugdzorg belangrijk.